Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Zoals je misschien ziet, heb ik hetzelfde blouseje aan als bij de Owlcrate unboxing. En dat is omdat vandaag, echt net 10 minuten geleden, de Fairy Loot box nog binnenkwam. Ook van de maand juni. Dus ja, ik wilde hem natuurlijk eigenlijk meteen openmaken. En dat kan alleen als ik hem hier ter plekke nu met jullie ga unboxen. Want anders is het geen unboxing meer als ik hem al heb bekeken. Dus vandaar dat ik nog blij was dat het nog lekker licht is buiten. Want dan kan ik hem nog even filmen. Fairy Loot heb ik vorig jaar ook 1 keer eerder besteld. Daarna heb ik eigenlijk een hele tijd geen bookbox meer gedaan. Weet eigenlijk niet waarom. Omdat ik misschien ook op dat moment niet zo heel veel Engels las. Maar ik wil meer Engels gaan lezen. En dat ben ik ook echt aan het doen. Dus Engelse boeken bestel ik dan ook weer wat meer. Maar daarom vind ik die boxen nu toch eigenlijk wel heel erg leuk. En nou ja, ik heb mezelf deze maand gewoon laten gaan. Ik werd 40 deze maand. Ik dacht, ik ga mezelf verwennen met een paar boekboxen. Ik verwacht nog de Illumicrate. Illumicrate, ik weet niet of ik het goed uitspreek. En nog een losboek van Fairy Loot. En dan volgende maand weer. Dus deze ga ik nu unboxen. Ik had al even een beetje plakband losgemaakt beneden. Volgens mij, het thema was Brotherly Band, als ik het goed heb. Als je hem open doet, zit de spoilerkaart, zo noem ik het maar even, bovenop. Brody Banter, dat was het thema met deze kaart. Ik ga nog niet op die kaart kijken, want dan lees ik al wat er allemaal in zit. Daarna, mooie binnenkant van de doos, heb je allemaal leuke paarse snippertjes. En het eerste wat ik zie is Mermaid Tea, Strawberry en Kiwi Flavor. Echt een super schattig zakje met een soort Ariel erop. En thee. Nou, in de Owlcrate box zat koffie in een zakje. Dus nou heb ik het allebei met een leuke plaatje erop. Er zit een pin in. Blood Witch en Emel pin. Inspired by Eduan from the Witchlands. Dus een button pinnetje. Ik moet nog even gaan bedenken. Ik heb er nu 2 waar ik die op ga doen. Daar ben ik nog niet over uit. Maar ik vind het wel leuk om het ergens bij elkaar te bevestigen. Al die pins. Even kijken. Raven Boys Iron On Patch. Nou ja, dit zal ik niet zo snel gebruiken. Kan je op een t-shirt strijken. Ik heb ook de Raven Boys nog helemaal niet gelezen. Misschien moet ik dat eerst even doen. Dus ik bewaar hem wel, anders geef ik hem weg. Want nou ja, hier doe ik denk ik niet zo heel erg veel mee. Dan zit er in Brody Banter Paperclip Set. Oh, dat is wel leuk. Dit is dus met de personages uit het boek, denk ik. Of van een ander boek. Even kijken hoor. Oh, dat zal wel misschien op de kaart staan met de spoilers. Maar in ieder geval grote, vrij zware paperclips. Ze zijn echt heel zwaar. Dus dat zie ik nog. Heel leuk. Simmer Down Kitten. Enkel socks. Nou, superleuk. Altijd handig. Sokjes. Ik weet niet precies waar ze voor. Inspired by Damon. Ja, met een soort poesenvoetjes erop. Leuk. Even kijken. Reading Journal. Even kijken hoor. Een boekje. Reading Journal. July tot december. Met allemaal tekeningetjes erin. En dan kan ik dus mijn boeken in bijhouden. Welke ik heb gelezen. Denk ik welke ik wil lezen, welke ik heb gekocht. Dat is maar een heel klein stukje. Dat gaat nooit passen natuurlijk. Nou, hartstikke leuk. Hier ga ik even rustig in kijken met wat ik er op random thoughts. Heel erg leuk. Ik heb nu een soort gewoon een grijs schriftje waar ik elke maand mijn TBR op schrijf. En dan kruis ik of kras ik door welk boek ik heb gelezen. Welke boeken ik heb gekocht of gekregen noteer ik in een boek. Maar niet heel erg. Ik ben heel erg creatief begonnen met tekeningetjes erbij. Maar dat is het nu niet meer. Maar misschien is dit wel leuker om te gebruiken dan. Even kijken. Wat is dit? Een zwart doosje met een tekst van Roald Dahl. En above all, watch with glittering eyes the whole world around you because the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places. Those who don't believe in magic will never find it. Een doosje, hij is niet heel zwaar. Even kijken hoor. Wat daarin zit. Een soort boek. Oh, wacht. Een soort boekcase. Kan je een boek
in doen. Die dan precies die maat heeft dan. Het is gewoon een soort opbergdoosje. Erg leuk. Met mooie illustraties en allemaal quotes van Sarah J. Maas, Cassandra Clare, Lee Bardugo, J. Christoph. Nou ja, grappig. En zo'n beetje zo'n oud-Engels boek, zeg maar. Even zien. Al die snippers, dan lig ik vanavond waarschijnlijk nog mee in bed. Even een paar dingetjes eruit halen. Huppakee. Een boekmark van hout is dit. Het is heel dun hout. Met van Fairyloot, staat er ook achterop. He tasted of sweet liquor every delicious dark dream she ever had. Elise Kova Fire Falling. Boekmark. Deze is wel, denk ik, als die buigt, is die kapot. Dus ik denk dat ik deze gewoon ga bewaren. Ik weet niet of ik hem ga gebruiken, want ik ben bang dat hij kapot gaat. Want hij is wel erg mooi. Dan zitten er nog van die kaarten in. Die kan je volgens mij verzamelen. The Magician and Death. Deze. Nou, daar doe ik denk ook niet zo heel veel mee. Maar er zijn vast andere mensen die er blij mee zijn. Een soort kaartje over Shadow and Flame van Mindy Arnett. Dat nu out now. Dus gewoon een soort reclame dingetje. Dan zit er nog een grote kaart bij. Met een soort stripje achterop. Dit zal waarschijnlijk een van de personages zijn uit het boek. Gok ik zo. En dan het boek. In een mooie Fairyloot zak. Ik kan me niet herinneren dat ik dat vorig jaar ook eromheen had zitten. Zo haast wel hoor. Maar ik kan me niet helemaal herinneren. Dus we gaan het zien. Met sprayed edges. Dat had ik al gezien online. Sorcery of Thorns. Is dus hetzelfde boek als in Owlcrate. Ja, dat is dan wel jammer als je dan inderdaad meerdere books hebt. Dat ze dan hetzelfde boek erin gaan doen. Maar dit is wel weer een prachtige uitvoering met glitters en blauw. En dus de groene versie. Want die van Owlcrate is paars. En hier staat ook de handtekening in. Dus, ik weet niet of ik wist dat het allebei dezelfde boeken zouden zijn, hoor. Misschien had ik me daar een beetje in vergist, maar ja, ach. Er zit nog een kaart bij van de author. Even kijken, zou het dezelfde zijn? Ja, het komt wel een beetje op hetzelfde neer qua tekst, maar dat ga ik niet helemaal voorlezen. Er zit natuurlijk nog een boekje bij met, even kijken hoor, een deleted chapter, helemaal afgedrukt. Dus dat is wel iets wat je dan een soort van collectors item hebt. Dat zit er gewoon los bij. Dus een deleted chapter staat apart in het boekje erbij. Dus die zit er nog bij. Ja, en het is gewoon een prachtige uitvoering. Ik kan niet anders zeggen. Ik vind het echt wel leuk dat ik er twee heb. Toch een soort collectors items. Ik vind het een leuke box. Ik vind de thee erg leuk. Er zitten wel wat dingetjes bij waarvan ik denk van, dat is niet helemaal iets waar ik echt wat mee doe. Kaartjes en zo. En zo'n patch. Maar ja, de sokken vind ik handig. Ik weet niet of ik... Ja, die zou ik wel passen. Dus dat is altijd handig. Ik vind de pin ook erg leuk. Gewoon als item om te hebben. De thee. En die zware paperclips. Maar nou zoek ik even de spoilerkaart. Even kijken. Ik ben wel heel erg benieuwd wat dit van. The next item is one that our team has been working on for months. And is one of our absolute favorite items that we have ever included in a box to date. It is the exclusive secret book of banter. And it is designed by the lovely Novarantel. And will blend in almost other books. Oké. Dat is denk ik deze. Ja, ik vind het wel heel grappig. Het is wel een leuke doos, zeg maar. En het is gewoon echt wel mooi gemaakt. Met echt mooie quotes erin. Dus dat is wel echt een collectors item. Nou, dat was mijn unboxing van de Fairyloot box. En zoals ik al zei, er komt nog een box van Illumicrate. Die zal ook, denk ik, één deze dagen komen. Gok ik zo. En dan ben ik heel erg benieuwd. Hebben jullie ook de Fairyloot box? Of hebben jullie die ook wel vaker besteld? En wat vinden jullie daarvan? Wat vinden jullie van deze items die erbij zitten? En ga ik vaker boxen bestellen? Denk het wel. Dus, en ondanks dat het dan soms misschien dezelfde boeken kunnen zijn,
Dat maakt niet uit, want ik ben er toch heel erg blij mee. Dus, je kan hieronder reacties achterlaten. Je kan een duimpje omhoog doen. Je kan je abonneren. Whatever. Vind je mijn kanaal leuk? Het gaat natuurlijk de laatste tijd wel vooral over boeken. Maar misschien is dat juist waardoor je hier bent gekomen om deze video te kijken. Superleuk. En tot de volgende boekenvideo. Doeg!